Juf Roos en haar kinderen zijn klaar om te beginnen aan een nieuwe schooldag. Waar zullen ze het vandaag over gaan hebben? Ben jij ook zo nieuwsgierig? Ga dan maar lekker zitten voor een mooi verhaal van Juf Roos. Gijs? Oh, Gijs! Gaat het? Gijs! Wat is dit nu toch weer? Kom. Oh, Gijs. Gijs. Oh, Gijs. Gaat het? Ja, met mij wel. Maar er is brand in de schuur van buurman Hendrik. En buurman Hendrik heeft in de schuur al zijn gereedschap liggen. Oh nee, wat een toestand. Ja. Geef me al je emmers, juf Roos. Nu. Maar je hebt er al heel erg veel. En wat ga je daarmee doen? Ik ga ze allemaal vullen met water. Dan ren ik naar de schuur van buurman Hendrik toe. En dan maak ik zo het vuur uit. Oh nee. Dat is veel te gevaarlijk. Daar heb je een speciaal pak voor nodig. En een brandslang waar je heel veel water mee kunt spuiten. Een speciaal pak? Ja. Een brandslang? Ja. Om allemaal water mee te spuiten? Mm-hmm. Ja! Ja, 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 ja! Gijs? 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 Van onderen! Gijs! Oh, wat? Hè? Wat is dit? Gijs? Kijk eens, juf Roos, ik ben een echte brandweerman geworden. Wauw, Gijs, een echte brandweerman. Ja, juf Roos, een echte brandweerman. En met dit speciale pak aan trotseer ik de vlammen. En met deze spuit spuit ik de hele boel onder water en dan blus ik het vuur. En als we dat gereedschap nog willen redden, juffie, nou, dan kunnen we nou wel even een klein beetje haast gaan maken, hoor. Nou, je hebt gelijk, brandweerman Gijs. Gaan jullie mee? Wow. Het regent, brandweerman Gijs. Dat is goed nieuws. Want de regen kan helpen bij het blussen van het vuur. Oh, ik ken nog wel een leuk liedje over de regen. Zingen jullie mee? Het regent, de pannetjes worden nat. Er komt een brandweermannetje aan, helemaal uit de stad. Het regent, we dansen in het rond. We hebben onze laarzen aan en stampen op de grond. Het regent, de pannetjes worden nat. De brandweerman die doet zijn best, wisten jullie dat? Het regent, de vlammen zijn geblust. De brandweer kan weer terug naar huis, het vuurtje is gesust. Zo! Wow, wat een avontuur, hè, Vroos. Gelukkig konden we het gereedschap van buurman Hendrik redden. Oeh. En gelukkig ging het regenen. Nou, inderdaad, Gijs. Gaan jullie ook wel eens naar buiten als het regent? Zing het liedje dan nog een keer. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag. Dat was weer een mooi verhaal van juf Roos. Kijken jullie de volgende keer weer? Dag.